tussen zetten, maar dan fokt hij een beetje. Want deze wint alleen maar de ene paal met de andere uiteindelijk. Als je dit recht inzet, daarvoor moet je draaien. Ja. Dan moet je hier zo. Het is een vuurtje in het pak, of niet? Ja, hij moet al een beetje fonken als hij al contact maakt. Hij maakt altijd contact. Ja, is dat goed, want dat vond je net wel hier. Dat betekent dat je spanning hebt. Dat gaat de startmotor. Nee, want dat relais moet aanpakken, dat moet je aantrekken. Als die niet klikt, dan doet hij niks. Het enige wat deze doet, is deze twee verbinden. En dat hij gewoon meteen spanning krijgt, de startmotor. Oké, dus zou eventueel een andere startmotor erop moeten? Ja, of een andere relais. Ik heb nog een andere startmotor liggen. Als je deze meteen hierop doet, start hij open. Dan zou hij meteen moeten starten. Ja. Dus nou? Ja, maar dan moet hij het wel doen nou. Ja, maar daar moeten we wel even... Je kan er beter deze erop laten en hem daarop zetten. Op deze? Ja, dan haal ik die even los. Zet ik hem op de onderste. Zet ik hem goed vast. Ja, dan zou hij niet moeten doen. Hij gaat wel vonken. Niet? Oh, de handen is af. Ik denk namelijk dat er een beetje roest op zit. Waarom? Ja, maar hij moet altijd wel iets doen. Ja. Nee. Gaat rijden hoor. Ja, ik denk wel waarom staat hij aan dan. Eens kijken of hij wel eruit doet nog eens. Nee, kom maar. Hij gaat er niet uit. Oké, okay, ik moet even een andere startmotor even pakken. Ja, maar ja, hij heeft gelopen, hoor. Het filmpje draaide. Ja, maar die startmotor is losgegaan, hè? Ah. Dus die startmotor is eraf geweest. Shit. Maar dat zijn drie bouten. Zal ik hem even pakken? Ja, doe maar. Ja. Maar waarom grijpt hij hier niet in dan? Omdat hij moet eruit schieten. Om te starten schiet hij eruit, komt hij er in het vliegwiel. En als hij loopt, trekt hij hem in. Ja, waar is die sleutel?